Hey, goedemorgen, goedemiddag, goedenavond. Ik ga je iets vertellen wat jij misschien zelf ook wel regelmatig meemaakt. Ik denk dat een groot deel van ons zich wel zal kunnen herkennen in een persoon waar je, of hoe moet ik het zeggen, als iemand waar je heel veel van moet. Dat je heel veel dingen van jezelf moet of denkt dat een ander dat van je verwacht. Misschien ben jij wel kampioen to-do-lijstjesmaker en hopelijk ook afstreper of uitstellen of whatever. Maar in deze podcast gaat het er vooral over dat ik zelf weer even inzicht had en hoe fantastisch fijn voice dialogue, dus werken met je persoonlijkheidskanten, kan werken en helpen in de dagelijkse praktijk. Even voor jouw beeldvorming. Ik heb vanmorgen een van de leuke sessies gehad met een klant. En die start een eigen coachpraktijk. Nou, moet ik zeggen dat veel mensen in mijn praktijk starten uiteindelijk hun eigen bedrijf of een eigen coachpraktijk. En ik ben voor een aantal van die mensen ook mentor in hun coachopleiding. En het coole is, ik heb een marketing communicatieachtergrond en vooral online marketing achtergrond. En als copywriter. En wat is nou eigenlijk het verschil tussen een tekstschrijver en een copywriter? Een tekstschrijver is eigenlijk over het algemeen iemand die gewoon goede teksten kan schrijven. Dat kan bijvoorbeeld zakelijke teksten zijn, informatieve teksten. En een copywriter is meer een, ik zal niet zeggen creatief. Tuurlijk heb je dat daarbij nodig, maar wel, ja, vooral ook commercieel. Teksten die een doel dienen, zoals mensen. Zorgen dat mensen iets gaan kopen. Ik noem maar even wat. Dus ik heb een hele lange tijd ook als copywriter gewerkt. Ook voor de Telegraaf, voor D-Reizen, voor allerlei bedrijven. Echt, ik kan ze ook gewoon niet meer opnoemen. Zoveel bedrijven. Dat deed ik overigens ook als zelfstandige. En ook in mijn werk ben ik ooit webredacteur geweest. En het leuke is dat dit samenkomt vaak ook in mijn coaching, hoe raar het ook klinkt. Want zo begeleid ik gewoon veel ondernemers of startende ondernemers. En die komen bij mij in feite voor persoonlijke coaching. Wacht even hoor, ik loop door een spinnenweb. Dat is niet fijn. Maar goed, in elk geval, die komen bij mij voor persoonlijke coaching. Ze willen ontdekken wat ze willen. En dan hebben ze bijvoorbeeld ontdekt dat ze een bedrijf willen starten. En dan help ik ze met een stappenplan die ook voor hun werkt. Ook voor hun leven dat ze op dat moment leiden. Heel vaak is dat bijvoorbeeld met een gezin of nog in een of in een loondienstverband. Zodat ze echt ook daar naartoe kunnen gaan. En dan vervolgens, zoals deze klant, die is al zo ver. Ze heeft de opleiding al bijna afgerond om coach te worden. Ze is al heel erg bezig geweest met onderzoeken wat wil ze nou precies dan en welke klanten. Ze is al bezig met een ruimte om een praktijk te gaan huren. Dus het is best wel heel ver. Maar dan komt natuurlijk het moment van hoe word ik zichtbaar? Hoe krijg ik klanten? En hoe profileer ik me online? En hoe zorg ik dat ik me vooral onderscheid van alle, echt weet ik veel hoeveel coaches er wel niet zijn. En dat is het grappige. Dat doen we dan bijvoorbeeld in een sessie van 3 of 4 uur. En daarna heb ik mijn verzadigingspunt wel even bereikt. Bij voorkeur 's ochtends. En dan gaan we gewoon samen aan de slag. En zo schrijf ik bijvoorbeeld samen met iemand door vragen te stellen, door iemand te helpen. Schrijf ik bijna iemands hele homepage en vaak nog wel andere dingen. En ik regel bijvoorbeeld een aantal dingen voor een website. Ik heb ook namelijk heel erg lang websites gebouwd. Maar eigenlijk is dat een hele praktische sessie waarin ik nog steeds coach. Want ik typ mee zodat iemand zelf kan denken en ik stel vragen om te achterhalen, hey, welke problemen los je eigenlijk op? Hè? En als die klanten niet bij jou aankloppen en doorlopen met die problemen, wat gaat er dan gebeuren? Wat zijn daarvan de gevolgen? En we gaan kijken, maar wat bied jij dan aan als oplossing? Hè? Wie is jouw ideale klant? Hoe ziet het eruit? En hoe richt je je daarop met je teksten? Wat is je tone of voice? Hè? Wat is het merk wat jij bent, om het zo te zeggen? Nou, ik typ vaak gewoon mee, zodat diegene zelf kan nadenken. En daaruit komen gewoon echt vaak hele briljante dingen. En zo gaat iemand naar huis met in dit geval een website die geregeld is. Dat wil zeggen, vooral technisch dan. En die staat de domeinnaam alles aangevraagd. En met een homepage, site en huiswerk. En dat is gewoon heel gaaf. Ik krijg van dit soort sessies ook heel veel energie. Ik kan me ook heel lang focussen. Als we dat zo doen, moet ik ook van tevoren tegen iemand zeggen: als je pauze wil hebben, dan laat het even weten. We lunchen samen en dan gaan we met ons bordje groente naar buiten. En dan is het ander perspectief, andere omgeving. Dan ga ik nog even door om te kijken: goh, hè,
waarom zouden mensen voor jou gaan? He, wat is dat dan? Wat maakt dat mensen een geslaagd coachtraject doen bij jou? Nou, zo gingen we even door. En nou, je kunt je aan de ene kant ook wel voorstellen. Oh, ik heb de maker van Spinnenweb ook gevonden. Dat is een flinke jongen. Sorry, ik heb je huis kapot gemaakt. Maar ik ben eigenlijk wel blij dat hij niet op mij is gaan zitten. Goed. Intensieve sessie. Hartstikke leuk. En mijn innerlijke pusher. Die denkt, joe, je zit in die flow. De buren zullen soms ook wel denken, wat is die toch altijd aan het doen met dat telefoontje? Ik loop inmiddels in een korte broek in september. Het is hartstikke mooi weer. Maar mijn pusher zegt, yo, je zit in die flow. Je zit helemaal in die vibe. Je bent heel creatief. En die formule die je net op je klant hebt toegepast, nou, die kan je ook wel even op jezelf toepassen. Want ik heb nog wat salespagina's die je moet schrijven. En we gaan vol gas voor je online programma's. Dus. En ik had de middag ook gereserveerd als zijnde van, ik neem even een break. Bij mij werkt het namelijk zo, als ik gecoacht heb, of dat nou zo'n lange sessie is of een korte sessie, tussen de sessie heb ik altijd sowieso een half uur pauze, wil ik gewoon even opruimen. Dan ruim ik mijn praktijk op, berg de glazen op, ik doe wat in de vaatwasser. Nou, als nodig zaken een doekje ergens overheen, dus zet stoelen weer recht. Nou, poets even mijn tanden, whatever. Het is even opschonen. En ik heb gewoon ontdekt dat ik dat ook nodig heb in mijn hoofd. Dus dat er in mijn hoofd ook het een en ander weer even verschoven moet worden, opgeruimd, opgepoetst. Dus dat is voor mij heel belangrijk. Dus ik dacht, nou, dan neem ik even lekker een uurtje. En daarna ga ik vol gas met die pusher terug mijn praktijk in, buiten 28 graden. En dan ga ik verder met mezelf, mijn eigen dingen. En ik stond buiten en de hond die... Ja, die roept mij letterlijk en figuurlijk naar buiten. Die zegt, ja, maar ik wil spelen. Want jij hebt daar gewoon, ik weet niet hoe lang in die praktijk gezeten. Maar ik wil spelen. Dus ik loop nu met zo'n ding waarmee je ballen in kan doen. Zodat je niet de kwel elke keer in je handen hebt. En, ja, en die hond die wil gewoon heel graag ook even lekker bij mij zijn. En die ligt nu op zijn rug in het gras. En dat zorgde ervoor dat mijn innerlijke... levensgenieter, die noem ik maar even zo, die werd in één keer geactiveerd. En die zei tegen mij, nou niet letterlijk natuurlijk, hè, maar dat is zo'n gedachteproces in je hoofd. Dus dan stel je eigenlijk jezelf vragen. Dus dat gedachteproces kwam vanuit mijn levensgenieter. Die zei, kijk naar buiten. Het is hartstikke warm, misschien is het wel 28 graden, zeiden ze. Volgens mij voelt het ook zo. Je hele middag is leeg. Jantje Ongeduld wil door. Jij houdt van de zomer. Het wordt straks herfst. Dit zijn nog nazomercadeautjes. Waarom die haast? Uiteindelijk wil ik die online programma steeds meer verkopen. Om mezelf vrij te spelen. Om meer tijd te spelen. Vrije tijd, of ik die nu inplan met werkdingen, grote kans. Maar ook vrije tijd om gewoon, in dit geval spontaan te beslissen. Doei! Ik ga gewoon even lekker 1-2 uurtjes gewoon een beetje in de zon zitten. Of spelen, of lezen, of whatever. Terwijl, en dat zegt mijn levensgenieter, het kan nu al. Ik heb morgenochtend, dan is onze huishoudelijke hulp er vaak, dus dan wil ik ook geen klanten. En die tijd kan ik gebruiken om bijvoorbeeld te schrijven of om een salespagina te maken of om marketing te doen op mijn website. Dus ik heb morgen ook die tijd. Mijn pusher die wil gewoon ook deze tijd. Maar mijn levensgenieter die zegt, ja weet je, dan zit jij straks weer te balen als het met bakken uit de hemel komt. Dat je niet ook gewoon genoten hebt van die zonnige dagen. Terwijl het kon. En je kan het nu. Ik bedoel, ik heb een steady inkomen. Blijft toch wel binnenkomen. Als ik niks zou doen is het ook oké. Alleen ik wil groeien. Maar dat hangt niet af van die paar uurtjes vandaag. Als ik het eventueel morgen ook zou kunnen doen. Want die ruimte heb ik gewoon. En dat is dus eigenlijk ook wat voice dialogue. Dus werken met je persoonlijkheidskant in de praktijk. Je kan brengen. En ten eerste was er bij mij een bewustzijn dat ik me realiseerde dat er een innerlijke pusher is die door wil.
Terwijl ik al heel intensief natuurlijk met mijn hoofd bezig ben geweest. Maar, en dat er ook een levensgenieter is. Een ontspannen, relaxte kant. Die zegt, het is oké. Al zou je de hele middag niks meer doen. Of al zou je alleen even straks kijken. Want ik heb eind van de dag vaak klantservices gepland. Van, kijk even of er nog wat nodig is aan klantservices. That's it. Of ga aan de tuin werken, maar geniet van het buiten. En door de bewustwording daarvan kun jij als chauffeur, hè, als je die metafoor kent van de levensbus en jij bent de chauffeur van je eigen bus, tenzij je verschillende kanten je stuur over laat nemen. Maar als je dat met bewustzijn doet, dus dat ik me bewust word van het feit dat ik een push heb die het liefst doorgaat. En dat ik me ook bewust ben van de levensgenieter die zegt, geniet ook van het hier en nu. Kan ik heel bewust een keuze gaan maken, wat ga ik dan nu doen die middag? En dan wil je natuurlijk horen wat dat is. Nou, dat is het volgende proces. Dus ik zit nu even te kijken. Oké. Ik weet even helemaal niet uit mijn hoofd hoe laat het is. Het is 2:30 of zo. Weet ik eigenlijk niet eens. Dus ik zit nu al te denken. Nee, ik ga nu even gewoon lekker met die hond gooien. Ik ga op het gras zitten. In het zonnetje. En dit is echt heel wat voor mij dat ik dit nu ga zeggen. En ik zie het wel vanmiddag. Of ik nog zin heb en inspiratie heb om nog even een uurtje achter mijn bureau te zitten. Of dat ik helemaal geen zin meer heb. En ik zie het wel. Ik ga gewoon. Ik heb als enige eindpunt dat we vanavond visite krijgen. Dat ik voor die tijd klaar moet zijn. Zullen we maar zeggen dat we samen gaan eten. Dat is het enige wat al een soort van vast staat. Nou, wat ik je hiermee wil meegeven. Ook jij hebt die verschillende kanten in jezelf. Die soms vechten om een plekje in je bus. Hè? Mijn levensgenieter die staat naast me. Die zou het liefst het stuur overnemen. Mijn innerlijke pusher die wil helemaal het stuur overnemen. En dat kun je doen. Als je dus laat leiden door je kanten en soms ook je emoties. Dan ben jij niet degene die aan het roer staat van je leven. En dan kun je, dan, als ik dat had gedaan, dan was ik misschien eind van de dag uit mijn kantoortje gekomen. En dan had ik gezegd, oh wat zonde hè, het was hartstikke mooi weer. En nou heb ik niks van gemerkt. En dan heb je spijt. Dus dat is gewoon zonde. En wat ik jou mee wil geven, word je bewust van die verschillende kanten. Stap 1. En als het lukt, lukt echt niet altijd. Maar ga eens kijken wat je zou doen als je een bewust besluit zou nemen. En daar gaat vaak een procesje aan vooraf. Je kunt bij wijze van spreken, hoe raar het ook klinkt, aan je levensgenieter vragen. Of proberen perspectief in te nemen van je levensgenieter. Van hoe kijk jij naar deze situatie? Als jij het voor het zeggen zou hebben, wat zou je dan doen? En mijn levensgenieter zou zeggen, meisje, houd het zelf in je hoofd, die planning. Je hebt morgen nog voldoende tijd om een steengoede verkooppagina te schrijven. In alle rust. Hè, inspiratie is voor jou iets wat je vooral in de ochtend makkelijk kunt oproepen. Het leven mag ook wat spontaan zijn. Dat hoort ook bij je waarden, avontuur en vrijheid. En ik ben er om jou te adviseren om die vrijheid en die avontuur ook te pakken. Plus, ik ben er ook om te zeggen dat als je dat doet, dan zul je ook merken dat je energie gewoon hoog blijft. En hoe hoog je energie, hoe productiever je kunt zijn. Ik weet niet of dit mijn levensgenieter was, maar ik heb ook bij mezelf een soort van beslissing genomen dat ik rust, herstel, ontspanning ook ga zien als productief. En dat is een ander perspectief dan die van mijn pusher. Want die vindt gewoon dat ik door moet gaan totdat ik er gewoon echt bij neerknikker. Nou, en dan vervolgens zou je bijvoorbeeld een andere kant aan het woord kunnen laten. Bijvoorbeeld in mijn geval de pusher. En ik zou persoonlijk niet de pusher aan het woord laten. Want de pusher is eigenlijk een doorgeslagen kant. In essentie is de pusher gewoon je doorzetten, je initiatief nemen. In elk geval een kant die zorgt dat jij dingen gaat doen. Nou, en ik zou dus aan die kant kunnen vragen van, hoe kijk jij hiernaar? Nou, die zou misschien zeggen, het is tijd en je kunt in die tijd heel erg veel doen. En dus als het aan mij zou liggen, zou ik gewoon die tijd benutten. Maar ik voel al dat die milder wordt, dat mijn pusher nu milder is geworden. Dat die bij wijze van spreken, ik denk niet dat pushers dat zeggen, kunnen zeggen, het is ook oké. Ik bedoel, morgen kan ook. Nou, soms denk ik dat het redelijk abstract is. Uiteraard, als jij nog nooit hebt gehoord van persoonlijkheidskanten of voice dialogue, dan
zul je echt wel denken dat mensen gewoon knettergek worden. Nou, dat ben ik niet, kan ik je verzekeren. Maar het is wel een methodiek die mij en heel veel van mijn klanten gewoon steengoed helpt. En als je nou denkt, ik volg je al een tijdje, ook voor wat betreft persoonlijkheidskanten. En ik ben er eigenlijk wel aan toe om daar zelf eens een keertje wat mee te gaan doen. Dan kan ik je zeggen dat het Voice Dialogue programma wat ik heb, dat had ik eerst alleen voor vrouwen, maar dat is inmiddels ook klaar. Ook voor mannen, voor iedereen zullen we maar zeggen. Dan zou ik je echt heel erg aanraden om het Voice Dialogue programma te doen. Hij kost nu €79 tot 15 september, dat is morgen. Ik weet niet wanneer je deze podcast luistert. En nu realiseer ik me dat het niet zo handig is. Want nu zet ik mezelf vast, want dan moet ik me eigenlijk vandaag wel plaatsen. Dus wat ga ik daaraan doen? Even denken. De actie liep tot 15 september, anders betaal je gewoon €99. Laten we zeggen, als jij deze podcast luistert, en het is al 15 september geweest, omdat hij er eerder nog niet op stond, dan geef ik jou gewoon een code. En die code is dan geldig tot 20 september. Dus als jij hier naar luistert, dan mag jij ook nog profiteren van die korting. En ik ga wel even een couponcode aanmaken. En die heet dan Levensgenieten met kleine letters. Dus als jij nu luistert en het is al 15 september geweest en je wilt toch van die korting gebruik maken, dan kan dat met een code. Je moet dan gewoon, ik zet hieronder wel even het linkje naar dat Voice Dialogue programma. Dan kun je gewoon meteen aanmelden, betalen en huppakee, je zit er meteen in. En dan kun je met die code, Levensgenieter, dat vraagt in het bestelproces, kun je zorgen dat er €20 meteen afgeboekt wordt. Dus dan betaal je gewoon die twee tientjes minder. En wat kun je dan verwachten in het Voice Dialogue programma? Nou, ten eerste doe ik wat ik eigenlijk altijd doe in mijn coaching. Eerst eens even starten. Wat is eigenlijk je doel? Je hebt altijd een doel of een intentie waarom je start met zo'n programma of waarom je bij mij aanklopt voor coaching. Dus ik wil eerst scherp krijgen, wat zijn je doelen? Werkt ontiegelijk goed. Want Voice Dialogue of wat dan ook, een methodiek is altijd ondergeschikt aan je doel. Het is maar een methodiek. Je wilt er iets mee bereiken. Dus even scherp krijgen, wat is het nou wat je wilt? Nou, dan ga je achterhalen, wat zijn mijn persoonlijkheidskanten? Hoe zit mijn persoonlijkheid in elkaar? En welke kanten regeren eigenlijk in mijn leven? En wat is ook de functie van die kanten? Want dat doen ze niet voor niets. Maar je gaat ook onderzoeken welke kanten je nog meer in je persoonlijkheid hebt zitten, die jou kunnen helpen bij het bereiken van de dingen die je graag wil bereiken, maar die nu op dit moment of te langzaam of te lang duren, of gewoon moeilijk lukken, of zorgen dat je in bepaalde patronen zit waar je niet in wil zitten. Nou, dat ga ik je leren hoe je dat doet. Daarnaast gaan we onderzoeken wat jouw innerlijke criticus tegen jou vertelt. Want dat is vaak een van de meest blokkerende kanten. Innerlijke criticus, die wil ons beschermen. Ja, dat is alle kanten trouwens. En we gaan onderzoeken, wat zegt jouw innerlijke criticus? Wat is de functie daarvan? En hoe kun je ervoor zorgen dat die gaat doen wat hij moet doen? En dat is jou dienen. Dus dat. Even kijken. Een bonus element zit erin. Die hoef je niet te doen. Maar is wel super waardevol. En dat is namelijk dat je gaat ontdekken, naast wie ben je nou werkelijk, hè, aan de hand van die persoonlijkheidskanten, maar wat wil je nou werkelijk in je leven? Wat zijn je persoonlijke waarden? Wat drijf je? Waar zou je je passie uit kunnen halen? Dus dat kun je onderzoeken, hoeft niet. Maar het zit wel in het programma, maar je kunt hem gerust overslaan, die stap. En vervolgens ga ik je leren om zelf gebruik te maken van je eigen persoonlijkheidskanten in de dagelijkse praktijk. Een beetje zoals ik net eigenlijk al voordeed, alleen dan gaan we natuurlijk veel dieper erin en dan heb ik ook een bepaalde formule waarmee je dat bij jezelf kunt doen. Even kijken. Nog even praktische dingen over het programma. Het programma is levenslang voor jou beschikbaar. En dat is niet voor niets. Dat is gewoon omdat je aan Voice Dialogue zoveel kunt hebben. En dat je dat op zoveel momenten kunt gebruiken. Zelfs als je hartstikke moe bent. Dus het is gewoon fijn als je continu het programma erbij kunt pakken en even kunt nalezen of even naar de voorbeelden kunt kijken. Of even weer het stappenplannetje kunt volgen, zodat je het ook bij jezelf kunt doen. Dus dat is eigenlijk, het is niet een programma wat je stap voor stap doorloopt en point, klaar. Nee, het is een programma waar je elke keer op terug kunt vallen. En die je ook elke keer opnieuw kunt doen. Dus ja,
Het is een soort formule die ik zelf ook gebruik. Al die dingen die erin zitten gebruik ik zelf ook, nu nog steeds. En die doe ik heel vaak als ik denk, oh, er is een volgende stap nodig in mijn leven. Of als ik merk dat er bepaalde patronen zijn die niet goed werken. Of als mijn energie naar beneden duikt. Dan pak ik dat er weer bij en dan doorloop ik dat proces. Nou, nogmaals, als jij dit luistert en jij wil gebruik maken van die korting, dan verleng ik die speciaal voor jou met 5 dagen, dus tot 20 september. Gebruik dan de korting Levensgenieter. Ik zet het linkje hieronder. En dit is een programma wat je prima zelfstandig kunt doorlopen. Maar er is ook een gelegenheid om een stukje persoonlijke begeleiding van mij te krijgen. Nou, hoe gaat dat in zijn werk? Heel simpel. Je kunt altijd een persoonlijke coaching bijboeken. Daarnaast kun je ervoor kiezen om tijd bij mij te kopen, zodat ik jouw opdrachten review en je daar mee ga helpen. En tot slot kun je een strippenkaart bij me kopen. En dat betekent eigenlijk gewoon dat je door middel van WhatsApp of e-mail vragen aan me mag stellen. En daar ga ik je dan bij helpen. Daar kun je altijd later bij boeken, hoef je niet van tevoren te beslissen, want voor hetzelfde geld gaat het gewoon hartstikke goed in je eentje. En als blijkt dat je het gewoon halverwege nodig hebt, dan, nou ja, dan geef je maar een geel. Ik hoop dat je iets aan had. Als dat zo is, dan zou ik je willen vragen om een keer een review achter te laten. Dat zou ik echt heel erg waarderen. Dat kan vooral op mijn podcastkanaal. Dat kan eventueel ook op YouTube. Maar voor mijn podcastkanaal is het gewoon handig om te zorgen dat dat ding een beetje meer gaat groeien. Ik ben namelijk niet zo gewend om dat soort dingen gewoon te vragen. Dus ik doe dat eigenlijk sinds kort. En daarnaast is het natuurlijk ook gewoon leuk om in mijn e-mailbox te krijgen dat er een review staat. Even kijken. Ja, kijk ook even of je al geabonneerd bent op mijn YouTube-kanaal, zou ik zeggen. En als dit iets voor jou was, dan misschien is er nog wel iemand anders die je hier blij mee kunt maken. Hey, ik wens je een hele fijne dag en tot de volgende keer. Doei doei!